Goedemorgen, welkom bij Wakker Worden met Aard. Voelen jullie al nattigheid? Ik wel. He, want het lijkt alsof er een lekkage aan het ontstaan is. En aan de ene kant is het heel positief, maar daar kom ik straks wel even op terug. He, maar wat ik bedoel, dat is, nou ja, als we het in grote lijnen bekijken, een tijd geleden werd elke demonstratie werd keihard uit elkaar geslagen. En dat heeft een hele tijd geduurd. Het was een handjevol mensen, er gebeurde niet zoveel. Vorige week was natuurlijk een geweldige grote demonstratie, manifestatie, hoe je het wil noemen, in Amsterdam. 250.000 mensen, laagst geschat. Goede sfeer. En ja, deze week, als je gisteren de beelden hebt gezien, er was er de evenementenbranche die in 10 steden met, ik geloof, geschat iets van 150.000 mensen hele mooie optochten neerzetten met een goede sfeer, met veel muziek. Dus het lijkt wel alsof er een beetje water doorsijpelt en alsof we meer ruimte krijgen, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus dat we met steeds meer worden, ook de Great Awakening. Hè, als je die bekijkt, er worden gewoon echt steeds meer mensen wakker. Er zijn steeds meer mensen die ervaren dat er iets niet klopt. Er zijn steeds meer mensen die openlijk vragen durven stellen. En ja, er zijn steeds meer mensen die zich op een goede manier informeren. En ook bijvoorbeeld niet meer luisteren naar de staatsmedia. He, want dat holt echt achteruit qua kijk- en luistercijfers. He. Dus ook daar lijkt het alsof er wat doorlekt. En of er steeds meer mensen wakker zijn en naar buiten komen en zich profileren. En ook anderen weer wakker maken. Dus dat is heel mooi nieuws. En dan hebben we het natuurlijk over de politici. He, daar heb ik het van de week over gehad. Thierry Baudet sowieso en Gideon van Meijeren. Die gewoon echt de vinger op de zere plek durven te leggen. Die gewoon ook echt mensen durven te confronteren. Die dan wel een stortvloed over zich heen krijgen. He, maar die dat ook rustig weer opdweilen. En gewoon verder gaan om mensen, collega's, politici, verantwoordelijken, de ministers, de regering, om ze te confronteren. En om ze gewoon te confronteren met wat ze aan het doen zijn, in niet misverstaande woorden. Dus ook daar lijkt toch echt dat er water doorsijpt en dat er steeds meer lekkage komt en dat de scheuren groter worden. Dus dat kun je ook zien. Nou, de artiesten natuurlijk. Hè. Ik zeg al, voel je nattigheid. Jay natuurlijk, fantastisch, die gewoon, nou ja, sowieso al een hele historische gebeurtenis neerzet door gewoon twee keer Ahoy uit te verkopen in een mum van tijd. Maar veel belangrijker nog, dat hij gewoon staat waarvoor hij staat. En gewoon zegt, als er toegangscontrole komt in de zin van testen, corona, check-apps, paspoorten, maakt niet uit, dan kap ik ermee, dan doe ik het niet meer. He, en nou, dat soort verhalen hoorden we nu ook bijvoorbeeld over Theo Maassen. He, die ook zijn voorstelling doet en waarvan de theaters hebben gezegd, nou, we gaan ons niet meer aan het maximum aantal mensen houden. We stoppen gewoon iedereen erin en we hopen dat de hele theaterindustrie, dat die dat gaat volgen. Dus het lijkt echt alsof er heel veel lekkage aan het gebeuren is. Dat die lekkage steeds groter wordt en dat die niet te stoppen is. Dus het lijkt, zeg ik al, heel positief nieuws. En ik wil geen roet in het eten gooien. Ik wil de feestvreugde niet bederven. Maar dat ga ik wel doen. Want ik denk dat er een heel slim en een heel smerig spelletje gespeeld wordt. En ik denk dat het goed is om je dat te beseffen. Ik zeg al, in zo'n uitzinnige sfeer, de energie die steeds meer opgepompt lijkt. En we steeds meer het idee krijgen van, ja, we gaan winnen, ja, we gaan het redden, ja, moet ik toch ook zeggen nee. He, want, nou, ik begin even bij de demonstraties. Hè. Ik zeg al, natuurlijk, iedereen die zich laat horen, hartstikke goed. Maar is je wat opgevallen? En dan, als het je opvalt, zou je meteen alert moeten zijn. Ik luister tegenwoordig ook vaak naar het nieuws, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben wat ze brengen. En wat me heel erg opviel, daar waar vorige week heel veel bulletins nog zwegen, hè, die benoemden gewoon niet
dat er een grote demonstratie, manifestatie in Amsterdam was. En als het al genoemd werd, hè, dan waren het in plaats van 250.000 mensen, waren het 20.000 mensen. En gisteren merkte ik dat in elk bulletin was er aandacht voor. En ze hadden het niet meer over 10.000 mensen, maar ze hadden het over 150.000 mensen. En het was in 10 steden georganiseerd, hartstikke goed georganiseerd door de evenementenbranche. En de sfeer was hartstikke goed. Ja, en als de staatsomroep, de staatsmedia dat gaan roepen, dan moet je alert zijn. Hè? Want je kunt aan de ene kant denken, kijk, ze worden geïnfiltreerd door het licht en daar hebben we ook de controle. En ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. Want, ja, nogmaals, ik ben blij met iedereen die zijn stem laat horen. Maar als je de evenementenbranche gaat kijken, en ik wil echt niet de zure oude lul zijn die de feestvreugde bederft. Maar ik denk, eerst denk ik, maar waar waren ze al die tijd? Want er is al een jaar en 9 maanden aan de gang. En ze hebben gewoon hun mond gehouden. En ja, ze zijn bij geen enkele demonstratie. Je denkt van, nou, als jullie nou eens met die evenementenvrachtwagens komen en je blokkeert de boel, maar dat hebben ze allemaal niet gedaan. En als je nu gaat kijken, dan is die evenementenbranche, die is ook eigenlijk heel erg voor de toegangscontrole in de zin van de testmaatschappij, de corona-check-apps, de paspoorten. Dus eigenlijk zijn ze heel erg voor de medische discriminatie. Dus ze gaan nu wel de straat op en ze zeggen wel het is genoeg en we pikken het niet meer. En ja, ze laten zich horen, maar op het moment dat er nu gezegd wordt, oké, de evenementen mogen doorgaan op voorwaarde dat we de medische apartheid verder invoeren, dan denk ik dat ze meteen ja zeggen. Ik denk dat alle kritische geluiden tot het verleden behoren en dat ze meteen alles zullen accepteren. En daar heb je natuurlijk gewoon helemaal geen donder aan. Hè? Want dan lekt het wel, dan is die lekkage die gaat wel lekker door, maar in feite zijn wij degene die nat worden. En daarom zeg ik, moeten we natuurlijk wel heel alert zijn. En met de artiesten ook. Kijk, Jay, dat vind ik een verhaal apart. Want ja, ik kan hem echt nergens op het trappen dat ik denk, dat heeft hij niet goed gedaan. He, hij staat ergens voor. Hij geeft duidelijk zijn grens. En ja, hij doet wat hij zegt. En nou, ben heel enthousiast. Maar als je nou bijvoorbeeld Theo Maassen neemt. Oké, dan hebben de theaters wel gezegd van, we houden ons niet meer aan de regeltjes van de overheid en we gaan niet maximaal zoveel mensen binnen laten komen. Dus iedereen mocht binnen, mits je een corona-check-app kon laten zien, of mits je een vaccinatiebewijs kon laten zien, of mits je een testbewijs kon laten zien. Daar hebben we geen donder aan. He, dus dat lijkt dan van, nou, hartstikke goed en ze gaan er tegenin. Maar in feite spelen ze het spelletje gewoon net zo hard mee. En daar moeten we heel erg voor waken. He, dus laten we alsjeblieft niet te blij zijn met dit soort acties en dit soort mensen. Nou kijk, we mogen natuurlijk wel meefeesten. Als ik de beelden zie, dan denk ik, ja, fantastisch daar op straat. En natuurlijk wil je dat zien. En natuurlijk wil je daartussen staan. Maar ik denk dat we ertussen moeten gaan staan. Dat we heel hard ons best moeten doen om te laten weten dat we alleen maar de actie steunen op voorwaarde dat iedereen welkom is. He, dat we zonder grenzen welkom zijn en dat we het ook niet pikken als dan toch stiekem, zeg maar, een controlemaatschappij wordt opgericht. Want, ja, nogmaals, daar hebben we echt geen donder aan. He, dus, ja, en als dat gebeurt, ja, sowieso, daarom is het zo belangrijk dat iedereen die meedoet aan die controles, hè, of dat nou een evenement is, of dat nou ja, ik heb er genoeg over gezegd, ook in vorige video's, iedereen die meedoet, die zouden we keihard moeten negeren. Laat ze weten dat wij niet meedoen. Ja, er zijn misschien heel veel andere mensen die wel meedoen, maar nogmaals, de Great Awakening, er zijn wel steeds meer mensen ja, die wakker worden en die ook echt durven te vertellen wat er aan de hand is en ook vragen durven te stellen. Dus ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn naar dit soort evenementen van oké, we zijn hartstikke blij als jullie toch, hè, artiesten in jullie theater willen spelen en als jullie de deuren open doen. Alleen op het moment dat jullie mee gaan doen aan de testmaatschappij, als jullie mee gaan doen met de corona check-up en de hele mythische boel, dan ben je ons kwijt.
Want dan gaan wij eigenlijk onze kont tegen de krip gooien. Ja, want dus nogmaals, ik wil niet de feestvreugde bederven, maar ik hoop wel dat iedereen alert blijft. Want dit is dus het punt waarop je heel makkelijk in slaap gesust kan worden. Dat je denkt van ja, we hebben gewonnen of ja, het gaat de goede kant op. En voor je het weet, gaat het ontzettend de verkeerde kant op. Nou, ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk moet, dat het duidelijk is. Kijk, in feite, die lekkage, dat is wel een mooi beeld. Dat er steeds meer water doorsijpelt en dat het echt, hoe noem je dat? Dat er gewoon echt niet meer opgedweild kan worden, maar dat het water gewoon zijn vrije loop krijgt. Maar ik heb nu een beetje een beeld. Nederland is natuurlijk een dijkenland. We vechten tegen het water. Maar laten we dat eens omdraaien. Stel dat wij het water zijn en wij willen de vrije loop. Wij willen ons niet laten beteugelen. We willen niet ergens in vastzitten. In feite heeft het regime die heeft een dijk opgeworpen. En in feite klotsen wij tegen die dijk aan. En zoals in dit soort weekenden en vorig weekend, dan lijkt het of we af en toe een beetje over die dijk klotsen. En dan denken we, ja, en we komen eraan en het gaat goed komen en zo. Maar die dijk die wordt aan alle kanten natuurlijk verzwaard. Hè? Vergis je niet. Want misschien ook niet bekend, maar heel sneaky is men nu bezig met het voorbereiden van een nieuwe wetgeving. Dat als ergens, en dat is in elke ruimte, ik geloof alleen huizen uitgezonderd, maar elke ruimte waar een verdenking is van een besmetting, waar weten we het over hebben, dan mag die ruimte gesloten worden. Dus wat betekent dat? Op het moment dat je een horecaondernemer hebt en die wil niet meedoen met die toegangscontroles en die wil geen corona-check-app en die gaat niet checken of iemand wel een bewijs heeft, dan kan het regime zeggen, hey, we hebben het idee dat daar een besmetting is, deuren dicht. Dus in feite hebben zowel de eigenaren als wij hebben niks meer over dit soort locaties te zeggen. En dat gaat natuurlijk heel erg de verkeerde kant op. Dus dingelingelingelingeling, even wakker worden, even blijven dweilen. Zorg dat je geen natte voeten krijgt. Want hier moeten we natuurlijk wel tegen in verweer blijven komen. Dit moeten we gewoon tegen iedereen vertellen. Het moet duidelijk zijn waar ze nu weer mee bezig zijn. Want dit is gewoon eigenlijk nog weer een staatsgreep. Want in feite kan de staat op dat moment, kunnen ze alles controleren. En het is nu dan, zeg maar, zijn dat winkels, theaters, horeca, dus alles wat niet meedoen, kunnen ze betichten van een zogenaamde besmetting, kunnen ze meteen sluiten. Ja, weet je, als dit gedaan wordt, dan is het natuurlijk ook een kleine stap. Als mensen daar dan weer eenmaal aan gewend zijn om dat ook bij wijze van spreken wel in je huis te doen. Hè? Dus door jou op te sluiten, want men verdenkt je van een besmetting. Nou, dit is misschien ver vooruit gedacht, hè? Maar de tijd leert dat in een jaar tijd gebeurt het ondenkbare. Dus laten we alert blijven. Kijk, wat er wel gebeurt, want je zou kunnen zeggen, oké, men heeft ons in de tang en men gebruikt ons om ons tegen elkaar op te zetten. Dus in feite moeten we nu heel blij zijn met de evenementenbranche, maar tegelijkertijd moeten we ook een beetje argwanend zijn tegen die evenementenbranche. Nee, we moeten verenigd zijn. En wij moeten gewoon ook nu met de mensen van de evenementenbranche, met de artiesten, met de politici, met iedereen om ons heen, moeten we zeggen, jongens, hier moeten we heel blij mee zijn, maar let wel dat dit niet gaat gebeuren. Dus we moeten het blijven uitspreken dat het gewoon echt vrij moet zijn. Het water achter die dijk, wij willen vrijheid. Wij willen gewoon vrij kunnen stromen. We willen niet beteugeld worden door een dijk. Kijk, wat er nu gebeurt, we slaan echt wel gaten in die dijk. Ja? En ik weet niet of je het verhaal kent, maar van dat jongetje die zijn vinger in de dijk stopt omdat hij een lekkage ziet. En dat hij zijn vinger in de dijk stopt om te wachten tot er hulp komt. Dat hij op die manier, het was geloof ik officieel Haarlem, maar uiteindelijk was het dat hij heel Nederland heeft gered. Nou, ik denk dat al die, laat ik gewoon toch even zeggen, politici, want het zijn natuurlijk eigenlijk gewoon meer dictators, het is echt het regime. Maar laat ik nog zeggen, alle duivels die daar werken,
He, dus er worden wel gaten in die dijk. En die zijn allemaal hun vingers in die gaten aan het houden. Ik denk dat er echt veel gaten in zitten. Als wij nou zorgen dat we steeds meer gaten in die dijk prikken, dan moeten wij overal hun vingers stoppen. En als al die vingers in die dijk zitten, dan zijn ze natuurlijk behoorlijk onthand. Dus laten wij zorgen dat het water tegen die dijk op blijft klotsen. Niet denken van, oh, even kabbelen, hè, want Theo Maas geeft zo'n leuke voorstelling. Nee, Theo Maas werkt mee aan medische discriminatie, aan medische apartheid. Dus over de dijk met die man en gewoon het water in. Zo hard moeten we denk ik zijn. Hè, dus laten we zorgen dat ze overal hun vingers in die dijk moeten houden. Dat we zo hard tegen die dijk opklotsen, dat die hele dijk verzadigd wordt van water, van ons dus. He, dus het licht wat infiltreert in het duister. En laten we zorgen dat die dijk zo zwak wordt, dat er in feite maar heel weinig nodig is om hem door te laten breken. En dat we in één grote tsunami die hele mythische bende, al die duivels, het hele regime, die hele agenda 2030, dat we met één grote tsunami het allemaal wegvagen voorgoed. En zodat wij gewoon de ruimte hebben om onze weg te kunnen gaan. En vergis je niet, water is een heel magisch goedje. Hè? Het leven bestaat dankzij het water. En echt zuiver water, dat is een van de meest geneeskrachtige zaken die we kunnen hebben. Dus laten we geen zand in onze ogen laten strooien. Laten we dat eruit blijven spoelen met dat water. En laten we ook de vrijheid zoeken. Want water zoekt altijd zijn weg. Ja? En water is misschien niet sterk, hè? Het kan lijken dat het regime veel sterker is, maar ik heb een hele mooie spreuk tot slot. En het is: een druppel holt een steen uit, niet door zijn kracht, maar door het steeds maar vallen. Dankjewel voor het kijken en het luisteren en heel graag tot de volgende Wakker Worden met Aard.